Mijn naam is Mick en in deze serie ga ik de wensen van studenten en medewerkers vervullen om samen een leuke zomer tegemoet te gaan. Dit is Saxie on the Tour. Ja, we hebben al veel mensen blij mogen maken. We zijn nu ook druk bezig met voorbereiden. We zijn namelijk in Deventer bij Karin. Karin werkt op de Academie Mens en Arbeid en wordt binnenkort 50. Dat is de reden waarom Pauline en haar lieve collega's een wens hebben ingestuurd om haar te verrassen. We nemen haar zo meteen even mee naar buiten onder het mom van dat we een item maken over thuiswerken. En dan gaan we haar stiekem verrassen. Dus even kijken of ze thuis is. Hallo. Ik verwachtte de PostNL. Oh, nou ja, we moeten jullie helaas teleurstellen. We zijn namens Saxion een item aan het maken over thuiswerken. Ja. En we hebben een waslijst aan de collega's gekregen hier in de buurt. Okay. Dus ja, opvallen we je? Ja. Heel even, ja, sorry. Ja, sorry. We zijn nog niks aan het draaien verder hoor. Nee, maar, snap ik. Heb jij even 10 minuten dat we even jou kunnen spreken? Namens Saxion is het hoor. Dus, ja, kom binnen. Nee, ja, liefst. Vanwege ja, oh ja, natuurlijk. Ja, en met corona en zo. Ja, ja, ja. Nee, snap ik. Laten we eerst even beginnen met haar, dat we gewoon even een hero shotje doen of zo, bijvoorbeeld. Ja, bijna alweer thuis met z'n allen. Ja. Hoe is dat bij jou bevallen in het begin? Begin was het heel erg zoeken, zeg maar, naar hoe ga ik mijn dag indelen. Pauzes, oh ja, ik heb een pauze. Dat heb ik nu gewoon echt wel strak in mijn agenda ook staan. Dat ik om 9:15 even een bak koffie neem. En dan echt naar mijn werk ga. Dus is het perfect gewoon. Ja. Ja hoor, is dat zo. Ja, even naar binnen. Nou, dan lopen we eerst even naar binnen. Dan maak ik er zo een foto van. Oh, daar zijn. Jezus! Oh, wat erg! Dat doe je mooi te pakken, hè? Oh! Oh, dat doe je helemaal even van. Ja. Ik dacht ook al, en Pauline die zegt ook niks. Nou, ze komen bij mij filmen of zo. Dus straks. Mooi. Pauline die heeft een wens ingestuurd. Ja, oh, ja, vertel eens waarom, Pauline. Ja, omdat onze kaartje 50 wordt en normaal gesproken gaan we dat heel groot versieren en de school en alles en zo. En iedereen moet dan weten dat iemand 50 is. Maar ja, nu door corona kan dat niet. En ik weet ook zeker dat alles heel veel studenten bij jou langs zouden zijn gekomen anders. En dat is nu ook niet. Dus dit is wel, dit dacht van nou, dit is het minste wat ik kan doen. Lief, dankjewel. Nou, applaus voor Karin allemaal. We zijn in Apeldoorn bij het studentenhuis van Joanne. Laten we even kijken of ze thuis is. Dring, dring. Hallo. Joanne, jou moet ik hebben. Jij hebt een wens ingestuurd als het goed is. Ja. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, helemaal super. Goed. Doe maar mee. Top. Nou, mooi dakterras hebben jullie. Ja. Hoi, goedemiddag. Hoi. Wat leuk zeg. Nou Joanne, gezellig zitten we dan. Leuk. Ja, leuk dat jullie er zijn. Mooi plekje hebben jullie hier. We hebben jou een vraag gesteld. En die vraag was, wie mis jij nou eigenlijk het meest? Of wat mis jij nou eigenlijk het meest van school? Ja. En daar heb je antwoord op gegeven. Ja. Dat het antwoord was? Nou, wat ik eigenlijk het meeste miste aan naar school gaan was de koffie en het lekkere eten. Contact. Het contact daarbij natuurlijk, want een kopje koffie drink je meestal niet alleen bij ons op school. En en dan natuurlijk diegene die het verzorgde, onze Bert-Jan. Onze Bert-Jan. Ja. Ja, ik ben een leek hoor, je moet me even helpen. Bert-Jan, wie... Bert-Jan is de catering manager op Saxion Apeldoorn. En het is gewoon een ontzettend aardige, enthousiaste man. Hij is altijd heel geïnteresseerd in de studenten.
En je hebt eigenlijk altijd wel een gezellig praatje met Bert-Jan. Dus als jij trek hebt in koffie, thee, burgers, salades, dan bel je of dan ga je naar... Ja, en dan gaan we inderdaad naar hem voor eten en drinken, maar ook het sociale contact, het sociale praatje eigenlijk. Wat maakt het nou dat Bert-Jan zo gezellig is in de sociale omgang? Waarom niet de wc schoonmaaksters of zo? Ja, die man die heeft een bepaalde charme en hij vraagt eigenlijk altijd gewoon heel persoonlijk van hoe het met je gaat. En is heel geïnteresseerd. Ja. En dat doet de wc-schoonmaakster bijvoorbeeld niet. Nee, daar heb ik niet zoveel contact die zijn mee. Wat als minder. Ja, nee, maar ik ken ze wel hoor, ze zijn heel aardig. Ja, wel. Dat geloof ik. Ja. Leuk. Joanne, het is heel gezellig, maar ik begin een beetje trek te krijgen. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ja. Ik ook even, want het is etenstijd natuurlijk. Ja, het is etenstijd, daar heb je gelijk in. En hoe mooi, denk ik dan, zou het dan zijn als we gewoon de beentjes omhoog kunnen doen en dat gewoon door iemand laten kunnen verzorgen. Dat zou geweldig zijn natuurlijk. Zijn, ja. Nou, daar heb ik een geweldige verrassing voor jou. Kom er maar bij, meneer de verrassing. Nou, dat doen we dan maar. Hey! Met Jan. Hey! Hoe is die? Zelf. Ja. Kom erbij zitten. Ik had al vermoeden van, dat moet deze club wezen. Ja. Dus ik heb maar wat katja-droppjes meegenomen. En wat chocolaatjes. Super. Dus ik hoop maar dat het in smaak valt. Leuk. Of had ik toch voor iedereen maar kipbeurs mee moeten nemen? Ja, dat is misschien wel beter geweest. Nou, vooruit dan maar weer. Heb je ze bij je? Ja, tuurlijk heb ik ze bij me. Oh, lekker man, hey. Tuurlijk heb ik ze bij me. Dus dan gaan we maar even uitdelen dan hier. Als verrassing. Dankjewel, als geweldig. Top, geniet ervan. Ja, Bert-Jan, ik proef het al. Is met liefde gemaakt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Vonden jullie hem ook lekker? Heerlijk. Ja? Ja. Gemist. Ja. Veel te bespreken met elkaar, of niet? Ja, kijk, dit is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, je doet het ook voor elkaar. Zij weten precies wat ons vak inhoudt. Dus je krijgt een wisselwerking met elkaar. Ja, ja. En dan hoor je liefde te geven en liefde om te ontvangen. En ook leuk om te zien waar ze dan een keer wonen en zo. Ja, die kijken ze nu eens een keer van de andere kant op. Nou, dat geloof ik. Hey, ik denk dat jullie nog veel te bespreken hebben met elkaar zo. Dus ik laat jullie met rust. In ieder geval bedankt dat ik langs mocht komen. En fijne avond nog. Jij ook bedankt. Ciao, hè. Ja, bedankt. Hoi, hoi. Doei. Dat was het voor deze aflevering van Saxion on Tour. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dit zie je de volgende keer bij Saxion on Tour. Nou, wat is dit? Kom maar mee. Oh.